Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan nu het tweede gedeelte haken, maar eerst wil ik jullie hartelijk even bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken op YouTube, de duimpjes omhoog en abonneren, altijd hartstikke leuk. En we gaan nu verder met de omslagdoek Julia. Ik heb hier ook een patroon van, dat kan je bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com of via Messenger mij een berichtje sturen. En dan zie ik je zo weer terug. Dan gaan we aan toer 7 beginnen, het tweede gedeelte van de omslagdoek Julia. Tot zo! We zijn nu bij de zesde toer geëindigd en we gaan nu aan toer 7 beginnen met 4 lossen. Toer 7 beginnen we met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Je keert je werk. Dan zie je dat je hier 4 stokjes hebt en die gaan we weer verdubbelen. Dus we gaan weer 2 stokjes in elk stokje zetten en deze telt ook mee als stokje. En dan gaan we dus omslaan en we gaan hier in de eerste steek van toer 7 een stokje maken. Dan gaan we op elk stokje 2 stokjes maken. 1. 2. Op dit stokje een stokje of 2 stokjes. 1. 2. En op dit stokje een stokje, 2 stokjes. 1. 2. Zie je dat we weer een waaier aan het maken zijn met het verdubbelen? Dus toer 7 maken we weer gewoon eigenlijk een verdubbeling op de eerste 4 stokjes en dan moeten we op 8 stokjes uitkomen. 2, 4, 6, 8. Dan gaan we 1 losse doen en een vaste en een losse. Dus we gaan 1 losse doen en dan gaan we tussen die 2 vaste hier in, waar die 2 losse zitten, in deze opening hier gaan we een vaste doen, een losse, en dat was het. Dan gaan we weer dit groepje van 4 gaan we weer verdubbelen met 2 stokjes in 1 stokje. Dus je gaat hier meteen naartoe, je gaat 2 stokjes erin zetten. 1. 2. De volgende 2, 1, 2 en in de volgende 2, 1, 2 en dan gaan we in die laatste opening gaan we ook 2 stokjes maken en dan kom je weer op 8 stokjes van je waaiertje van toer 7. Zie je dat je nu de tweede 2 waaiers aan het maken bent en in het midden heb je een losse, een vaste, een losse. Dus dit was toer 7 en dan zie ik je zo weer terug bij toer 8. Tot zo! Dan zijn we nu aangekomen bij de 8e toer. In de 8e toer gaan we eigenlijk alleen maar die stokjes verdubbelen en dan gaan we van 8 naar 16 stokjes. Ik zie dat ik even nog wat garen moet pakken, want nu haak je echt lekker door bij toer 8. Dus ik ben eventjes nu druk met garen pakken. Zo, dan gaan we beginnen en toer 8 beginnen we met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan keer je weer je werk.
Dit is de achterkant. En dan gaan we nu alles verdubbelen. Dus we gaan in die eerste gaan we een steek zetten, een stokje. En in elk stokje weer 2 stokjes. En als het goed is, moet je het elke keer natellen. Dat vind ik het makkelijkste. Dat je dan nu op 16 stokjes uitkomt. Je kan de video altijd langzamer zetten. Door de verticale puntjes aan te klikken. En dan kan je ook de ondertiteling aanzetten. In meerdere talen doe ik het aanzetten. Het haakt echt heerlijk weg. Tenminste, als je van een beetje grof haakwerk houdt en een lekkere omslagdoek, ja, dan heb je hem zo klaar. En het is geen moeilijk patroon, maar je moet wel eventjes blijven tellen bij die meerderingen, dat je echt iedere keer je schelpje, zeg maar, verdubbelt. En dan moet ik, als het goed is, nu op 16 stokjes uitkomen. En dan tel ik deze mee, dus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dus toer 8 zijn 16 stokjes. En dan gaan we meteen door naar de volgende schelp. Zie je dat je meteen het stokje pakt en niet deze, maar op deze. Hier ga je weer verdubbelen, dus 2 stokjes in 1 steek. 1. 2. 1. 2. 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En op het laatst dit op die steek nog 2, 1, 2 en in die opening nog 2, 1, 2 en ik tel altijd nog even mijn schelpjes na, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en dit is toer 8. Zie je hoe snel dat je al een resultaat boekt. Het is echt een hele leuke steek en ik ben ook echt blij dat ik hem uitgezocht heb, dat hij echt leuk opkomt. En dan gaan we nu naar toer 9 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We zijn nu klaar met toer 8 en we gaan nu beginnen met toer 9 en toer 9 beginnen we met 4 lossen. Een, twee, drie, vier. Dan keer je je werk in de eerste opening, zetten we een stokje. Dan maken we 1 losse. Dan slaan we 1, 2, 3 steken over. En in die vierde hier gaan we een vaste maken. Een. Twee.
2, 3. Dan gaan we 2 steken overslaan en maken we 2 losse. 1, 2 slaan we over en dan gaan we hier weer 3 vaste in maken. 1, 2, 3. 1 losse. Dan slaan we 1, 2, 3, 4 steken over en dan gaan we in deze opening, kan ook, maar ik vind het mooier om het in de steek, laatste steek te zetten. Dan gaan we een stokje, een losse en een stokje maken. Dus we maken een stokje, een losse en in diezelfde steek een stokje en weer een losse. En dan slaan we weer 1, 2, 3, 4 steken over en we zetten hier weer een vaste, een vaste, een vaste, dus 3 vaste steken, 1 en in de volgende steek een vaste en in de volgende steek een vaste. Dan gaan we 2 losse maken, 1, 2. We slaan 1, 2 steken over en we gaan weer 3 vaste maken. 1, 2, 3, 1 losse. Zie je, dan houden we hier 1, 2, 3 steken over en hier in die laatste opening, hier zetten we een stokje, een losse, stokje. Een stokje, een losse en een stokje. Deze toer lijkt op toer 5, alleen heb je hier dus het middenstukje. Dus dit was toer 9. De volgende toeren laat ik je zien in de volgende video. Ik zou zeggen graag duimpjes omhoog. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens!